Annette, goedemorgen. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Dag Annette, ik zou jou nog eventjes terugbellen. Hartstikke goed. Jij bent druk, want onze afspraak is al 2 keer verzet, hè? Precies. Ja, precies. Hey Annette, dit gesprek is gewoon heel simpel. Bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen. Ik ga je voeden met zeer interessante en waardevolle informatie. Binnen een paar minuten komen wij achter of dat wij een match hebben. Hebben wij die, dan gaan wij de vervolgstappen doornemen. Hebben we geen match, even goede vrienden Annette. Zullen we dat afspreken? Geweldig. Annette, maar stel je voor dat wij wel een match hebben. Excuses. Ik heb jou alles laten zien. Er is vertrouwen. Ik ben open, transparant naar jou toe geweest. En wij gaan. Ik heb jou de strategieën, de systemen laten zien. Jij en ik gaan de markt in om nieuwe opdrachten binnen te halen voor Annette. Nu is mijn vraag. Vanaf welk bedrag kunnen partijen bij jou terecht? Wat is de minimale investering als het ware waar jij je bed voor uitkomt? Dus 100, 100, 100, dat is minimaal. Middentarief is, 120. En maxtarief is 130. Ja. Ja, ja, ja. En gezien de huidige omstandigheden en gezien jouw huidige agenda. Hoeveel uur per week kunnen wij überhaupt dingen voor elkaar krijgen en jouw agenda vullen met opdrachten? Waar moet ik dan aan denken, Annette? Juist. Juist. Dus moet ik dan gewoon denken aan, wat is het, 36, 38 uur per week nu? 40 uur per week. En wat is de reden dat jij vast bent eigenlijk gelopen? Dat jij zelf geen opdrachten binnen kan halen? Ja. Ja. Nee. Ja. 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 En kijk, natuurlijk, daar hebben we. Ik zeg altijd, daar is een hele simpele strategie waar ik, wat ik mezelf heb aangeleerd in de afgelopen 25 jaar. Op het moment. Kijk, we weten allemaal hoe een markt werkt. Ja, op het moment dat de helft van de markt is afgesloten of crisis in die markt. Ik zeg altijd, er is één regel in de markt. Follow the money. Ja, volg het geld. Waar gaan geldstromen naartoe? Waar worden wel zaken gedaan? Waar groeien de bomen tot aan de hemel? En daar in die markt gaan wij ons mengen. Ja, daar in die markt gaan wij onze producten, diensten, bedrijf, whatever het ook mag zijn, gaan wij aanbieden, want daar gebeuren heel veel dingen. Dus daar is de kans van slagen het allergrootst. Maar
Ja. Ja, en zelf op eigen kracht binnenkomen bij verschillende partijen, is dat je sterkste punt? Of zeg je van nou, dat kan wat beter, daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken? Ja. Ja. Nou, misschien heb ik nu al goed nieuws. Je kunt overal binnenkomen. Je moet alleen weten hoe. En dat ga ik je laten zien. Maar laten we het eerst even over de financiële plaatje hebben. Want als jij zegt 40 uur in de week. En laten we gewoon eens even jouw minimale bedrag nemen. Dan praten wij over een potentieel van 4000 euro. Juist. Als we dat in de 4 weken doen, dan praten wij over een potentieel van 16.000 euro. In de maand. Even makkelijk rekenen. Stel je voor, Annette, dat jij en ik hand in hand gaan samenwerken. En in de komende 12 maanden zeg ik, hey, laten we een beetje realistisch zijn. Want we hebben natuurlijk komkommertijd. Je hebt natuurlijk kerst, oud en nieuw. In een jaar werken we daadwerkelijk 10 maanden. Dan zouden we over een potentieel praten van 160.000 euro in de komende 12 maanden wat we binnen zouden kunnen harken. Ja? Kijk, dat doe je goed. Dat is goed. Dat is goed. Hey. Aha. Ja, dat doe je goed. Nee. Ja. Maar nu loop je gewoon een beetje vast. Kijk. Kijk, de kaarten worden nu in de markt opnieuw geschud. En je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Ik ben een voorstander van proactief. Eat what you kill, zeg ik. Wij gaan de markt in. Hup, we gaan het zelf naar ons toe trekken. We gaan het zelf halen. Want ik heb een hekel aan om afhankelijk te zijn van de economie, van de markt, van andere partijen. Want ja, dat, weet je, al 25 jaar tussen jou en mij sta ik op elke ochtend, zeg ik, ben ik werkloos. Elke dag. Elke dag weer opnieuw ga ik de markt in. Boom. Ga ik de markt naar me toe trekken, want ik heb een hekel aan als mijn agenda leeg is, als ik afhankelijk ben van andere partijen. Misschien word je teruggebeld, word je niet teruggebeld. Dat werkt niet. Maar Annette, even van ondernemer naar ondernemer. Jij kent mijn verhaal van vorige week. Ik zei, hey, mijn organisatie en ik werken op no Q, no pay basis. Dat wil zeggen 3% van jouw kwartaalomzet. En stel je voor dat jij hand in hand de markt ingaan en wij gaan die 160.000 in de komende 12 maanden binnenharken voor jou. Haal ik dan brood van de plank bij jou als jij mij 3% commissie betaalt?
ik heb jou toch vorige week donderdag een informatie gestuurd. Oh, hier staat de doodstraf op. Nee hoor, dat kan allemaal gebeuren. Het is een beetje aan je aandacht ontsnapt en ik snap het allemaal wel. En dat is geen enkel probleem. Maar oké, maar stel dat wij dat zouden kunnen gezamenlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Even kijken. Perfect. Perfect. Wat we doen, Annette. Ik ga jou het een en ander ga ik jou op de e-mail zetten. Van wat de stappenplan zal zijn. Hoe wij bepaalde dingen kunnen gaan doen. Aangezien jij ook nog met andere bureaus mee in gesprek bent en in samenwerking bent. Hey, mocht het niet lukken, mochten de resultaten tegenvallen of wat dan ook, jij weet mij te vinden. En ik stuur jou, laat maar eens even notitie maken hoor. Voor 8 uur vanavond krijg je van mij informatie. En dan hebben wij binnenkort contact met elkaar. Jazeker, zeker. Via LinkedIn zijn wij ook met elkaar geconnect. Mhm. Mhm. Ja. Ja, hey, bij deze wil ik je alvast bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Op dit moment hebben we geen match. Wie weet in de toekomst, trek aan de bel. Ik help je graag, Annette. Ja? Hey, fijne dag. Groetjes. Hoi, hoi.